Iedere dag surfen we met z'n allen heel wat af op het internet. En het liefst doen we dat dan ook nog met een snelle verbinding. Maar dat wordt steeds moeilijker. De huidige generatie chips in onze apparaten die kunnen de data al bijna niet meer aan. En gelukkig staat de opvolger al klaar, de fotonische chip. Bedacht en ontwikkeld in Eindhoven.